De vorige keer dat we wien we er ook ontslopen en hier we de boeltje in de vlakte. Nu zijn we zover dat we wien en wetter dicht binnen. De contouren van het gebouw staan. Hier op achtergrond zie je hoe het er eigenlijk uitkomt. Maar de boetenbeplaring, het houtwerk wat erop komt. Het zit al aardig op met de bouw van de nieuwe Gymzaal in Jester Nijtsjerk. Eind van de jaar leidt er nog sabij en water sloopt. Nu is het gebouw wien en wetter dicht. En we er vooral om de binnenkant werken. Nou, dan gaan we erin. Zo, work in progress. Ja, nou, kom maar in. Dit is de nieuwe zaal. Dit is uw nieuwe zaal, ja. Tenminste, dat moet er nog een beetje worden, maar de contouren binnen. De bouw van de Gymzaal en de vernijing van het dwarpshuis vallen wel duurder uit als tocht. We hebben alles te maken met het feit dat de bouwprijzen zijn gewoon flink stegen. Verder hebben we daarnaast natuurlijk ook in het oude gedeelte hebben we al die aan isolatie en aan oorverwarmingstoestand. Maar dat we echt de energiedrukken kennen. En mij maar rekening in 24% door het budget. Er komt staat gewoon wel wat tijdsdruk op. Want in september maakt de Gymzaal broekt weer kennen. Ja, dat is natuurlijk wel wat een uitdaging, maar we gaan er nog steeds vanuit. De planning is nog steeds want dat wij de eerste weken van september, wanneer de squallen weer begint, dat ze er dan in kunnen de gymnastiek in.